Hi, goedemorgen. Welkom bij Auto Siro. Ja, zoek je nou een 7-zitter en moet het er toch een beetje echt sportief uitzien, dan is dit wel echt een hele mooie optie. Dit is de Ford S-Max 2.5 Hybrid. Dat wil zeggen een stukje zuiniger. Geen plug-in, gewoon soft hybrid. Mag 1600 kilo trekken. Is een 7-persoons. Heeft slechts 53.000 kilometer gereden. Hij is van november 2021. En veel completer heb ik ze nog niet gezien. Dit is de ST-Line. Ik heb hem gekocht in België van Alphabet Lease. Volledige historie, die heb ik er voor je bij. Daarmee kan ik ook een kilometerstand garanderen en een schadeverleden uitsluiten. Dus je bent gewaarborgd van een goede, perfecte auto. En een hele, hele, hele complete. Kijk maar eens mee. Je ziet hier de sensor al. Dat verraadt dat hij adaptieve cruise control heeft en rijlaanbewaking. De mistlampen. De parkeersensoren voor, achter, maar ook aan de zijkant. Dan weet je dat hij dus ook een automatische parkeerfunctie heeft. Alles is in de kleur meegespoten. En zoals je hier ziet, is het de ST-Line. 18 inch lichtmetalen velgen, mooi met die donkere binnenkant. Origineel privacyglas. De afneembare trekhaak, die zit er al onder. Als gezegd, 1600 kilo mag die trekken. Is natuurlijk behoorlijk voor zo'n hybride. Achteruitrijcamera. De twee extra zitplaatsen, die kunnen ook plat. Dan heb je echt een behoorlijke koffer. En zo gaat dat. Kijk eens even. En eventueel kan het ook nog elektrisch met deze. Oh, er zit een gordel vast. Andere zijkant ook keurig netjes zoals je ziet. Velgen ook, prachtige conditie. Ja, slechts 53.000 kilometer, dus dit is ook een auto. Joh, rijd er een ton bij, heeft die 150 gedraaid, krijg je ook nog eens een geweldige goede restwaarde. En heb je normaal gesproken geen rare kosten. Geïntegreerd. Vinden de kids fijn. Half leder. Isofix voor de kinderstoel. En drie aparte stoelen zoals je ziet. Dus daar kunnen ze goed in. De donkere hemelbekleding maakt hem echt even wat sportiever. Hij heeft keyless entry. Hij heeft memory seats in drie standen op te slaan. Dat gaat overigens allemaal elektrisch zoals je ziet. Vier elektrische ramen, leuk ook. Die rode stiksel. Dit is de historie. Laatste beurt bij 48.000 kilometer. Hij is dus echt in perfecte staat. Dat is het chassisnummer en hij is van 17 november 2021. Die adaptieve cruise, die had ik al genoemd. Die zien we daar. Hij heeft stoelverwarming. Hij heeft climate control. Hij heeft het grote scherm navigatie. Hij heeft zelfs stuurwielverwarming. En hier kun je de sync middels een kabeltje doen. En dan heb je ook Apple CarPlay. En dat is wel echt een mooie optie. Want dan hoef je nooit meer je navigatie te updaten. Je werkt met Waze of met Flitsmeister. Je doet je muziek via Spotify. Je hebt alles in één keer perfect voor elkaar. Misschien heb jij nu wel een Ford S-Max. Maar nog een diesel. Daar ben ik blij mee namelijk. Stuur me wat foto's. Krijg je direct een bieding. Iedere vorm van inruil mag overigens bij ons. Als je wat fotootjes hebt. Dan kan ik je daar een bedrag voor noemen. Wil je hier een financial lease op? Het is een BTW-auto, dus er zit een dikke 8000 BTW in. Die kun je dus terughalen als je hem zakelijk zou kopen. Wil je daar een financial lease voorstel voor, heb je binnen 5 minuten van me. Wil je hem gewoon privé financieren? Doen we ook veel, geen enkel probleem. Zoek je een 7-zitter? Ik heb de Volvo XC90 nog. Ik heb de Renault Grand Scenic, ik heb de Citroën Picasso, ik heb de Volkswagen Charan. We hebben ze eigenlijk allemaal wel op autosiro.nl. Dus zoek je een 7-zitter? Ja, dan... kun je bij ons wel slagen. Maar dit is wel echt een vreselijk mooie auto. Zoek je zoiets. Er zijn er niet zoveel. Dus wacht niet te lang. Laat het me weten als je interesse hebt. Hartelijk dank voor je aandacht. En heel graag tot ziens.